Wij hebben het niet koud, toch? Nee. Het is gewoon je kleedje erop, je went eraan. Nee, het is niet koud. Als je op zo'n dag als vandaag, dat het zo bewolkt, zonnig, dan blijf je toch heel snel binnen. En hier ben je de hele dag buiten. En als je dan buiten bent, denk je eigenlijk, nou, het is eigenlijk best wel lekker. Moeder en dochter zijn niet de enige gekken. Helemaal goed. Nou, dan zie ik u binnenkort. Oké, dank u wel. Dag. Er komt hier jonge gezinnen met kinderen. Tot aan 80-plussers die lekker rustig even met de caravan een paar dagen komen staan. Wat merk je van coronatijd? 1,50 meter buiten is prima. En binnen doen we nu ook mondkapje bij het sanitair en op de receptie. Voor de rest, ja, als iedereen een beetje met elkaar respect heeft voor elkaar, dan loopt dat helemaal goed. Merken we er weinig meer van. Voor Elise is kamperen in coronatijd juist extra fijn. Als je zoveel binnen zit, wat je moet in coronatijd voor je werk en dergelijke, je fietst niet eens meer naar je werk toe, dan is het heerlijk om buiten te zijn. De straten om je huis, die heb je na een tijdje zo uitgespeeld, dat je denkt, ja, ik weet echt, elk plantje, elk dingetje en zeker in een stad verandert er denk ik gewoon minder snel iets. En als je dan buiten bent in de natuur, dan zie je toch veel meer van de verandering in bloemen, beestjes, dingen. Er kwamen hier net twee eenden voorbij waggelen. Ja, heerlijk. Ja. Het is heel basaal. Dat is ook, dat geeft je de rust. Daarom slaap ik graag in een tent. Je slaapt op de grond, je hebt niet meer bij je dan nodig is. Je hoeft je dus ook niet meer zorgen te maken. Op mijn school hing vroeger altijd al een soort weekspreuk. Alles wat je hebt, houd je bezet of bezeten. En dat is kamperen voor mij ook wel een beetje. Je neemt alleen maar mee wat je nodig hebt. Tegenwoordig wat luxer met een klein caravannetje met verwarming en een koelkastje. Maar dat is niet eens echt nodig. Aan hen zal het dus niet liggen. Maar wordt er verder nog een beetje geboekt? In de boekingen merk ik dat mensen het een beetje uitstellen naar juli, augustus toe. Omdat ze toch hopen dat er misschien nog wel een buitenlands reisje in zit. Aan de andere kant, als dat zo is, dan komen de buitenlanders ook weer hier naartoe. En voorgaande jaren waren ze over de hele wereld hier naar Leiden gekomen. Dus dat zal wel weer goed komen dan.